Welkom bij Voor de Ommekeer. Gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Diem. Ik ga praten met Henry Beunders, hoogleraar ontwikkeling in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom. Hoe staat de journalistiek ervoor? Dat is onduidelijk. Waarom? Omdat de kernvraag die de journalistiek zich nu zou moeten stellen, luidt: waartoe zijn wij op aarde? En de vraag waartoe zijn wij op aarde klinkt heel bijbels en heel een beetje maf en truttig, maar is wel van heel groot belang. Omdat de journalistiek dat vaak zelf helemaal niet weet. Wat is journalistiek? Is dat kranten, tijdschriften, media, internet, blogs, vlogs, wat is het? Wat willen wij met een medium om die consumenten, burgers bereiken? Wat willen we eigenlijk? De oudste formulering van nieuws is natuurlijk dat de media aan de burgers iets vertellen wat ze graag wilden weten, maar nog niet wisten. Ja. Dat is het enige wat ze, wat de enige formule van waartoe zijn wij op aarde. Maar die vraag waartoe zijn wij op aarde is veel heel anders ingevuld in de loop der eeuwen, in de loop der afgelopen halve eeuw. Vroeger waren het gewoon clubbladen van een partij en van een kerk en zo. En daarna werd in de ontzuiling media onafhankelijk, objectief enzovoorts evenwichtig. Toen dacht ze, ja, dan moet je afvragen, wat is dan objectief en onafhankelijk en wat is dat dan? Ja. Wat is dat dan, een feit en wat is een... Moet je ook allemaal af gaan vragen, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Wil je dat mensen geven wat ze willen weten of wil je ze ook nog onderwijzen in het belang van grotere zaken, zoals de maatschappij, de democratische rechtsstaat en het klimaat van de hele wereld. Dus wil je eigenlijk toch mensen overtuigen dat ze anders moeten gaan leven? Dan heb je dus eigenlijk een clubblad van een sociale beweging. En heb je geen functie, of niet alleen meer de functie van ik wil jullie iets vertellen wat jullie nog niet weten. Vroeger zeiden ze, een krant, dat is een goede huisvriend. Die komt binnen. Ja, leuk dat je er bent. Ik heb wat gehoord. Zo, daar, zie je. Maar ik zei, doe je dit? Nou, ik zou toch wel waarschuwen, dat moet je eigenlijk liever niet doen, ik krijg je moeilijkheden mee. Dat was de functie van een krant, ook van een televisie, van een radio, goede huisvriend. En dat is een beetje verloren gegaan, omdat het heel commercieel is geworden. Ze zeggen altijd, we hebben toch gewoon je favoriete rubrieken, je favoriete columnisten, zo praten hoofdredacteuren over een krant. En dat is nog steeds, daar ben je aan gehecht geraakt. Het is ook een luxe product, dat mensen hebben dingen allemaal voor je uitgezocht. Jij hebt geen tijd om het nieuws bij te houden, zij wel voor jou. En dan geven ze dat hele palet. En soms heb je ook nog het geluk dat je ergens op stuit waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Nou, moet je kijken. Dan krijg je allemaal voor weinig geld in de bus of je kan het online. Dat is ook zo. En daarom gaat het ook met veel media, als we het hebben over de kwaliteitskranten, over de publieke omroep en BNR en dat soort omroepen, het RTL, gaat dat gewoon eigenlijk ook nog vrij goed. Ja. Want die vervullen die twee functies, dus geven wat vertellen aan de burgers wat ze nog niet wisten, duiding geven aan dat nieuws wat ze nog niet wisten, en ook nog wel een beetje een extraatje geven van, goh, dat is leuk voor die groep, dat is leuk voor die groep. Ja. Die functies vervullen de media, de belangrijkste mainstream media, nog steeds heel redelijk. Maar zouden kunnen zeggen, dus in de hele wereld worden juist in de media ook, en heel veel media rubrieken, ook hier bij ons, in ons eigen kanaaltje, gesproken, op ons eigen kanaaltje wordt gesproken over transitie. We leven in tijden van transitie, er is alles aan het veranderen. Maar de journalistiek, daar gaat het eigenlijk wel goed mee, daar hoeft dan weinig aan te veranderen. Ja, ik ben historicus, dus ik zeg, we leven altijd in een tijd van transitie. Elk moment is er weer een ander moment dan het vorige moment. Maar er zijn natuurlijk tijden die anders zijn dan andere tijden. Er is nu toch een intuïtie dat er iets in de lucht hangt. Soms heb je tijden dat je denkt, nou het kabbelt wel door. En soms denk je, nu begint er wat te gebeuren, te borrelen. De grootste transitie die nodig is een besef van de atoombom die internet heeft geworpen in het hele media en nieuwsveld. Dat is nog steeds niet doorgedrongen tot veel media, dat, terwijl het toch al sinds 1995 Access for All, breedband modem en zo beschikbaar kwam, hebben we toch al bijna 25 jaar internet. Ja. En toch is dat besef niet echt volledig tot wasdom gekomen. En dat besef van dat iedere burger kan nu al het nieuws
kan u zelf zender zijn en kan ook overal het nieuws vandaan halen. En dan moet je dus terug naar de basis, waartoe zijn wij op aarde? Wat is nieuws? Nou, dat hebben we net gezegd, wat je nog niet wist, wat je wel wilde weten. En ook naar de basis van, wie is eigenlijk journalist? Iedereen is journalist. Elke burger kan journalist zijn. En als we het hebben over fake news en allerlei belangrijke zaken die voor de democratie verkeerd zouden gaan. Dan zeg je, oké, back to basics. Waar staat eigenlijk in de grondwet dat we de waarheid moeten spreken? Dat staat niet in de Bijbel, staat niet in de grondwet, staat niet in de 10 geboden, niet in de 7 hoofdstukken, dat staat nergens. Het enige wat in artikel 7 staat, is dat iedereen, of dat niemand voorafgaande verlof nodig heeft om gedachten en gevoelens openbaar te maken. Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dat soort dingen, daar wordt helemaal niet over nagedacht. Dat iedereen een journalist is, dat iedereen ook bij kan dragen aan nieuwsproductie. En dat dus dat allemaal in het teken staat, voortgedreven wordt en ook in het teken staat van het woord, wat ik dus het belangrijkste woord van de afgelopen halve eeuw en zeker in de tijd van internet, emancipatie. De burgers zijn geëmancipeerd ten opzichte van de voorheen klassieke top-down media. Vroeger waren er gewoon piramide, natuurlijk omroepen en zo, en radio en tijdskrant en ook Telegraaf natuurlijk. Die stonden er bovenaan en die vertelden aan het volk daar beneden, vertelden wel wat er allemaal gebeurde. Heel af en toe is ergens om de briefje. Maar één keer per jaar hadden we ergens om de brief van een gefrustreerde leraar. U heeft het woord kokkerel verkeerd gespeld of weet ik wat. En dat was het dan. Ja. Dus wij waren heel erg afhankelijk van die media. Nou, door internet kan iedereen terugpraten. Het hele fenomeen van Pim Fortuyn en daarna van populisme en weet ik wat allemaal, is ten dele ook voortgedreven door de komst van internet. Want de mensen hadden nu media om terug te praten tegen de macht. En het is niet speaking truth to power, maar wij zijn gefrustreerd over hoe jullie met ons omgaan. En dat is gewoon een kwestie van emancipatie. En dat raakt aan de kernvraag van deze tijd. Van gelijkheid. We hebben dus universele verklaring van de rechten van de mens. Iedereen is gelijk geboren enzovoorts. Iedereen gelijkheid, gelijkheid. Maar de mensen willen nu ook gelijkheid in aanzien en gelijkheid in participatie. En dat is een stuk moeilijker. Want hoe betrek je iedereen bij de hele maatschappij? Hoe geef je iedereen evenveel aanzien? Dat kan dus niet. Dat leidt dus tot veel meer frustratie. Dat leidt tot woede, gele hesjes. Want mensen denken, hé, waarom word ik niet, gehoord? Waarom mag jij dat wel op dat platform staan? Omdat die mensen er allemaal van uitgaan dat er geen hiërarchie, en ik heb een blog. Geen hiërarchie, mening en opvatting. Ja, ze zijn het allemaal gelijk. Ze zijn het allemaal gelijk. En ik heb ook een blog hoor. Ja, ik ben de enige die het leest, is mijn moeder. Ja. Daar ben ik heel boos over. Want waarom leest u dat bij de NOS en bij de NRC? Leest u mijn blog niet? En dat is de afgunst en ook de woede die voortkomt uit die emancipatie en uit die ideologie van gelijkheid. Die woede wordt des te groter omdat de ongelijkheid in de wereld, de Apples en de Bill Gates en zo, steeds groter wordt. Ja. En daardoor wordt ook de kloof tussen de oude media en die nieuwe media ook steeds groter en de burgers. En dat is het fundamentele probleem wat een ommekeer verlangt. Om er anders over na te denken. Maar welke ommekeer verlangt dat dan? De ommekeer is deze, en die pleit ik al heel lang in zaken de politiek en familie bepleitte dat sinds 1966, namelijk de participatie van burgers in het beleid, in het bestuur van gemeente, provincie, rijk en school. En zelfs in de rechtspraak? Dat is wat je in de jaren 90 en op begin deze eeuw volksjournalistiek noemde en journalistieke participatie, journalistiek, ik weet niet hoe het allemaal heette toen, ja. Van betrek de lezers en de luisteraars en iedereen er meer bij. Waarom zou je niet de burgers gewoon inschakelen om iets uit te zoeken? Nu mogen ze alleen maar in een databank, mogen ze antwoorden geven, ja, nee, heb je een enquête. Maar waarom zou je niet, net als in de wetenschap en in allerlei archiefonderzoeken, de burgers echt als volwaardig deelnemer aan het nieuwsproces inschakelen? Want je bij sommige oude foto's, oude schilderijen al hebt, het archief, die vinden ze dan bijvoorbeeld bij het Stadsarchief in Amsterdam. En dan zeggen ze, nou, de site kunt u een foto zien van de straat, van de Rijnstraat.
En deze, wanneer is je foto genomen? Weten mensen dat? En die woonden daar toen. Nou ja, toch. Dus dan ga ik de burgers zien. Ja, maar toch gebeurt het al op grotere schaal, volgens mij, dan je denkt. Want ja. Alleen niet, vroeger was het alleen bij Publiek als Hart van Nederland, en noem maar op. Er werd laat Dunkert over gedaan. Maar nu zie je ook, het begon geloof ik in Engeland, The Guardian, die deden dat ook. En daarna in Nederland ook. Als u meer weet, kunt u ons helpen. Of kunt u uw bijdrage leveren daar en daar. Dan is het wel zo, dan doen wij er wat mee. Vanuit het idee ook, we weten er meer van. Maar ook, we hebben er gewoon meer tijd voor. We krijgen ervoor betaald. En nu als burger niet. Je moet er wel een soort organisatie kunnen hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Met jou eens. Maar, we moeten wel, als we de vraag stellen, waartoe ze op aarde, dan moet je ook wel weten. Wat belangrijk is en wat niet. En wat uitgezocht moet worden. En waar de burgers helemaal geen zin in hebben om uit te zoeken. Je hebt zelf heel lang bij NRC Handelsblad gewerkt. Heel lang zelf die postdoctorale belangrijke opleiding in Rotterdam opgezet. Ook daar veel teweeg gebracht. Natuurlijk altijd ook jezelf flink geroerd in de media. Geen bangerik, dat is heel prettig ook. Met leuke meningen, het kan grappig verwoorden. Ik zeg het even zonder te slijmen, maar dat mensen weten wie is Henry Beunens, voor degenen die het nog niet weten. Dus die man bejaard, dat is wel je achtergrond. Hè, de tijden van Fortuyn ook flink wat vijanden weten te maken. Dat is ook belangrijk, uitspreken. Tegen de gevestigde orde in durven gaan. Aan de andere kant ook deel van die gevestigde orde uitmaken. Dat is best een lastige positie. Ik zeg het maar even om te schetsen van waar, als je al deze dingen zegt. Uiteindelijk hoor je dan ook waarschijnlijk heel vaak, wat ik ook altijd hoor, is het gaat over waarom ben je journalist geworden. Ja, dat is het hoofdverheven verhaal. De waakhond van de democratie. Wij zijn als journalisten de waakhond van de democratie. Wat zou dat betekenen? Nou, dat weet ik niet precies, want... Als antwoord op de vraag, democratie, waar ben ik op aarde? Ja, de democratie kan ook afgeschaft worden langs de wettelijke democratische wegen van de verkiezingen. Ik denk dat een journalist, die hoeft maar een paar dingen te weten. Ik moet zelfbewust zijn, want ik moet ook tegen de machthebbers speak in truth to power kunnen. Ik moet ook dienstbaar zijn. En die combinatie... Dat is de belangrijkste combinatie van welke journalist, maar ook voor een burger. Oh. Zelfbewustzijn en dienstbaarheid. Wanneer moet je zelfbewustzijn moet je doen tegen de machtigen. Ik ga even uitzoeken hoe dat zit in deze organisatie, brandweer, politie, gemeenteraad enzovoorts. Dienstbaar ten opzichte van de lezer, kijker, luisteraar. Ja. Want je bent niet meneer de hoge journalist die wel even zal vertellen in zijn column hoe de wereld eruit zou moeten zien. Nee, je bent ook dienstbaar dat je levert aan degene die naar jou luistert, en die voor jou betaalt ook, dat je zegt, ik geef jou iets nuttigs in handen. Maar dat vind ik ook. Meneer, dat is eigenlijk, meer hoef je ook niet te weten. Nee, maar veel journalisten zeggen dat ook. Meneer en mevrouw Jansen, die hebben de hele dag wel wat anders aan hun kop en zo. Die journalist, die wordt ervoor betaald om dat voor mij uit te zoeken. Doe dat dan naar behoren. Dat is het eigenlijk. Ja, maar het zit al in je vraag dat er bepaalde dingen belangrijker zijn dan andere dingen. Dus voetbal en entertainment en zo wordt niet hier in dit palet van belangrijkheden voor de democratie opgenomen. Voetbal is dan blijkbaar niet belangrijk. Maar als je gewoon teruggaat naar wat is nieuws, dat is iets vertellen wat een ander graag wil weten en nog niet wist, dan kan het ook over voetbal gaan. Want dan kan het ook over een optreden van Celine Dion in de Ziggo Dome gaan. Wat maakt het uit? High and low quality natuurlijk. Dat kan allemaal. Zeker. Want ze betalen ervoor, omdat zij er geen tijd in onderheen te gaan. Nee, maar dat zit helemaal niet in mijn vraag. Ik heb er bijna geen vragen over gesteld. Nee, ik bedoel daarmee... Het belang voor de democratie was toch de... Waakhond van de democratie. Van de democratie. Nou, dat zeg ik niet. Dat hoor ik heel vaak dat gezegd. Maar goed, dat is een opvatting. Maar die kan toch ook op voetbal worden toegepast? Of vind je dat toch... Dan zeg je, waakhond van de democratie is eigenlijk... Dat is een hele verkeerde. Dat moet je helemaal niet willen als journalist. Dat denk ik. Je moet alles geven wat mensen willen weten. En je moet ook zelf dingen willen uitzoeken die jij van belang vindt. Want een medium is in feite toch uiteindelijk ook een clubblad. Ja. Je hebt mensen nodig die jou willen lezen, kijken en luisteren. Dus je bent toch, hoe je dat bent of verkeerd, het is een clubblad. Ja. Met fans die jou vertrouwen. Want het woord vertrouwen is een heel belangrijk iets. Als mensen vertrouwen stellen in een bepaald medium, dan ben jij voor hun. En dan ben je niet voor mensen die jou nooit beluisteren. Bekijken. Dus dan moet je ook eigenlijk af van het begrip onafhankelijkheid. Nou ja, dat... Die moet eens tegen de haren strijken af en toe, toch of niet? Of moet je dat juist zo niet doen? Dat is nu in het kader van de grote ommekeer, is dat een grote vraag geworden of de begrippen objectiviteit, onafhankelijkheid en waarheid nog wel zo centraal moeten staan. Bij NRC Handelsblad op het ogenblik is een discussie gaande op de redactie die hoog oploopt trouwens.
over het voorstel van de hoofdredacteur om in de beginselen van die krant, die altijd als beginselen had, we zijn voor een liberale democratische rechtsorde en vrije onderneming. Nu wil de hoofdredacteur daar ook het woord klimaat in zetten. Wij zijn voor een wereld die wij achterlaten voor de komende generaties, zodat zij mee kunnen doen wat ze willen. Dus het woord klimaat moet erin. Ja, dat zijn, dan ben je dus toch weer een actiegroep aan het worden. Ja. Want de andere mensen zeggen, ja, ik wil het woord auto erin. Of ja, ik wil het woord popmuziek erin. Ja. Of het woord kroket. Ja. Dat is dus een hele ingewikkelde kwestie. Maar het zou wel een verduidelijking geven dat je zegt, oké, we hebben een halve eeuw emancipatie van de media ten opzichte van de machthebbers en de kerk en zo, en de politieke partijen gehad. Wij zijn onafhankelijk en objectief enzovoorts geworden, maar we gaan nu toch een beetje meer terug naar de functie van Clubblad. Maar dat is interessant, hè? Dat betekent dat onafhankelijk en objectief, dat stadium ben je dan voorbij. Ga je dan terug naar af, of kun je zeggen, dit is een volgende fase, maar misschien ook wel een hiërarchie hoger en beter, want dat hebben we niet meer nodig. We hebben het niet meer nodig, maar omdat ik denk dat het goed zou zijn om terug te gaan naar de functie van Clubblad, omdat het ook iets meer bescheidenheid met zich meebrengt en meer duidelijkheid van waar zijn we voor op aarde. We zijn om deze groep mensen te voorzien van nieuws en niet die groep. Wij zijn ervoor om de emancipatie van de arbeider te bevorderen, zoals de Volkskrant in 1919, precies een eeuw geleden. Maar dan ga je dus terug naar de tijd van de omroepen en de dagbladen en de verzuiling. Ja. Maar ik zeg terug, hè? Terug is dat dan. Maar je bedoelt letterlijk terug of op een andere. Is het van een andere orde? Ik denk dat de omkeer zou moeten zijn dat er weer een herijking zou moeten komen van de bestaande beginselen die steeds meer verwaterd zijn. Vanwege die onafhankelijkheid en objectiviteit en zo. Dat er weer meer duidelijk is uitkomt van. Daar staat het medium eigenlijk voor. Wat willen we ze eigenlijk? Omdat nu de illusie is ontstaan in de afgelopen decennia door al die emancipatie en al die gedachten over objectiviteit en onafhankelijkheid. Dat er een soort waarheid is en dat er dus objectiviteit bestaat. En dat er een midden is en dat er dingen. Nee, dat is niet. Dat is allemaal, dat zijn hele ingewikkelde vragen waarvan mensen denken dat het heel simpel is, maar als je erover na gaat denken, is het heel moeilijk. Want je kunt het wel hebben over fake news, maar het is een onontwarbaar kluwen van problemen. Als je nou denkt als journalist, wat ik al vaak heb gedacht, kijk, de wereld is een zoektocht, en wordt eens even groter maken. Dus ik ben heel nieuwsgierig, welk vak moet ik uitoefenen? Nou, de journalistiek is wel iets, daar maak je nog eens wat leuks mee, maar bovendien, het is ook gewoon, daar kun je echt op zoek gaan en daar hoef ik juist helemaal niet ergens voor te staan, dat kan namelijk aangepast worden. Ik vind nu dit, maar mijn mening kan best over 5 jaar worden bijgesteld, omdat ik andere boeken heb gelezen, andere mensen heb gesproken. En daar sta ik ook voor open, dat kan. Want ja, ik ben niet om te veranderen, te verbeteren, maar om te onderzoeken, de wereld te onderzoeken. Dat, en mijn nieuwsgierigheid erop los te laten. Dat is waar, maar je hebt wat voor politiek stelsel ook is, wat voor kleurpolitiek medium je ook hebt. Er ligt altijd een moraal onder. Een moraal van, dit is onrechtvaardig. Of dit deugt niet. Dit is in strijd met de wet. Dit is in strijd met onze eigen morele opvatting. Want incest, dat hoort toch eigenlijk niet? Ja. Dat staat nergens, maar dat hoort toch eigenlijk niet? Of dit is toch wel een hele blackfacing, dat is toch wel een raar verschijnsel. Dat staat nergens in de wet. Maar ja, dat vinden we toch allemaal heel. Dus altijd ligt er een morele. Moreel fundament onder. Ja. En de verwarring nu is dat men daar niet meer over praat. Allemaal onder het mom, we zijn objectief, onafhankelijk enzovoort enzovoort. Dus ook als je nieuwsgierig bent, ligt er een moreel fundament? Ja, natuurlijk, want waarom zou je er. Je kunt alleen maar vanuit een bepaalde moraal iets opvallen. Maar anders valt het helemaal niet eens op. Maar dat ben ik mee eens. Maar dat is de ene kant. De andere kant is als je wil openstellen. Ik bedoel, ik probeer het even bijna zo. Als ik wil openstellen, dan is het toch. Dan moet ik toch die moraal proberen weg. Ik wil gewoon alles horen. Eerst probeer ik iemand serieus te nemen. Daarna zie ik of ik genaaid word. Of dat een lulverhaal is of niet. Dat weet ik niet. Ja. Nee, maar daar begin je dan toch mee. Dat je probeert open te stellen. En dan moet je toch juist die moraal. Doet er dat bedrijf helemaal niet toe? Het er wel toe, want wij gaan alleen maar af op een onderwerp, omdat we denken, hé, er wordt geschoten op straat daar.
Nou, dat is toch wel raar, want dat hoort eigenlijk niet dat er geschoten wordt op straat. Dan gaat het toch uit van de idee, het moet eigenlijk orde en vrede zijn. Anders dan maak je toch helemaal niks uit dat er iemand doodgeschoten wordt op straat. Je gaat eruit, het hoort niet. Dit hoort niet, dat hoort niet. En dit wil ik weten. Hé, hey, hoe zit dit? Hé, hey, hoe kan het nou dat die buurman die werkloos is in een Mercedes van 2 ton rijdt? Hoe kan dat eigenlijk? Dit hoort eigenlijk niet, want het niet ervaren. Maar dat betekent, het is echt een enorme ommekeer die jij hebt. Want je kunt dus gewoon open en nieuwsgierig zijn, maar dan moet je wel bij. Dan ben je eigenlijk beter dienstbaarder ook naar degene voor wie je werkt. Door te zeggen, ondertussen wel te laten merken wat je zelf vindt. Ja, dat vind maar sta je dan niet, ik heb heel vaak ook geleerd, dat is heel vervelend. Iemand tegen... Ik interview jou bijvoorbeeld en, ja. denk, en mensen die hier naar kijken of luisteren denken, ik wil helemaal niet weten wat hij van dienst vindt of denkt. Dat zou kunnen, die wil ik wel weten, want hij moet goede vragen naar meneer Beunders stellen, want ik ben heel benieuwd hoe meneer Beunders erover denkt. En niet die ego trip die nog zijn eigen mening geeft. Of is dat een verkeerde manier van denken dan, die niet meer in deze tijd past? Je kunt, dat lijkt mij de ommekeer die nodig is, wel degelijk in 1 minuut uitleggen waarom je met dit onderwerp bezig bent gegaan. Of waarom je deze mevrouw interviewt. Ja. Of waarom je hier toch op straat gaat kijken waarom geschoten wordt. Ja. Omdat je zegt, ja, het verbaast mij, want het gebeurt hier nooit. En het staat ook in de wet dat het niet mag eigenlijk iemand doodschieten. Dus dat is de reden waarom ik even ga kijken. Ja. En dan weet de consument ook, de burger, oh, oké. Okay. Dat lijkt me een duidelijk verhaal. Maar dat is echt een heel interessante gedachte. Want hier moet ik mezelf ook over nagedenken. Want dit betekent dat je denkt, wacht even, dat kan ik wel vertellen. Ik dacht dat ik in de weg stond, maar nee, juist niet. Je bent er open mee, je past inderdaad in transparante tijden, want mensen weten ongeveer wat jij denkt. Maar ik weet ook lang niet altijd, ik praat met honderden mensen, dus van al die onderwerpen weet ik niet alles. Ik ben er nieuwsgierig naar, ik wil er iets van weten. Maar hoe, om het echt op mezelf maar even toe te passen, hoe moet ik dan van al die onderwerpen zeggen hoe ik daar ongeveer in sta? Nee, want interesse is een waarde op zich. Een geïnteresseerde, goed opgeleide cultuur, maatschappij, die draait gewoon beter dan een niet goed geïnformeerde maatschappij. Dat is ook economisch zo en dat is ook cultureel, politiek zo. Dus dat is al een uitgangspunt. Dan kun je zeggen, nou, ik ben geïnteresseerd in hoe meneer Lipstein Limburg nou zo'n grootste ondernemer is geworden van Brabant, wat ik toevallig op de radio hoorde in een interview met die man. En denk, dat wil ik weten, want ik kom wel eens in Efteling, of ik kom wel eens in Beekse Berg, of wat was het? En ik denk, god, hoe kan dat dan? Dat is gewoon een openhouding die jij zegt te hebben. En maar dat komt wel voort uit betrokkenheid. Die jij zegt te hebben. Even dat erbij, misschien heb je dat wel niet. Nee. Nou, je komt wel voort uit de betrokkenheid bij de maatschappij. Hé, dat is interessant, want het is wel mijn land. Ja. Ik woon in dit land. Ja. Ik wil dus ook wel weten hoe dat kan dat. Maar daar hoef je Beekse Bergen niks over te zeggen. Daar gaat het echt over. Ik wil van die man weten hoe dat dan komt. Maar dan wil ik wel op zoek naar dat die man geen flauwekul vertelt. Ja. Dat komt omdat ik gewoon een hele goede ondernemer ben en dit en dat. Misschien heeft hij wel ergens een. Daarom zeg ik ook van al die verklaringen van Bordeaux over de journalistiek met waarheid erin en zo. Ik zeg heel, het enige woord is kritisch. De enige noodzaak voor goede journalistiek. Is dat je kritisch bent, en dat geldt ook ten aanzien van jezelf. Dat je dus kritisch bent, waarom ga ik hier eigenlijk in? En waarom stel ik deze vraag eigenlijk? Eigenlijk vind ik het toch gewoon een zak. Of eigenlijk ben ik, vind ik, ook je eigen motief. Marjan Thieme hartstikke goed en ik vind de VVD slecht. Ik bedoel, dat zeg je dan niet. Maar en dat is nu de emancipatie. De luisteraar, kijker, lezer heeft alles steeds meer in de oren. Die denkt, aha, hier deze meneer en mevrouw van de journalist die heeft een verborgen agenda. Precies. Omdat ze precies overal kunnen googlen en kunnen internetten en weet ik wat. Kunnen zeggen, oh, en daar krijg ik de samenzweringstheorie over. Dus je moet ook als journalist je eigen motieven ter discussie durven stellen. Ja, nee, zoveel mogelijk. Dat vind ik, ja. Want dat is ook wel logisch, maar de volgende stap is wel dat je dat dan ook voortdurend laat merken en laat blijken. Je moet niet terugvallen in de politiek-ideologische behouding van het marxisme, of van het communisme, van het katholicisme, weet ik wat. Je kunt wel zeggen, god, ja, ik ben hier bij u, want ik ben geïnteresseerd in deze situatie, want het lijkt me gewoon een beetje merkwaardig. Het valt op wat u hier doet, of het nou in de Beekse Berg is, of in de politieke partij, of bij een multinational. Want we hebben toch dit als uitgangspunt in het land. Ja. Dus ik kom bij u langs om er over te praten. En dat vinden de burger vinden dat de juiste houding. Dus zelfbewustzijn, dat is zelfs op prijs, maar ook dienstbaarheid. En niet, wij vertellen jullie wel vanaf ons hoge platform waar wij alleen op staan,
mainstream media. Vertellen wij jullie daar beneden, met jullie kleine toetertjes en je smartphone's in hand. Leg jullie nog één keer uit, hoe jullie gestemd hebben. En dat, die tijd is voorbij. En dat is de ommekeer die nodig is, dat media dat moeten beseffen. Want ze betekent dat ook dat je als journalist dus een voortdurende consistente houding moet hebben? Want je kunt als journalist natuurlijk wel veranderen. Je kunt ook, wat ik net zei, je kunt je mening bijstellen. Tuurlijk. Op basis van nieuwe gesprekken, nieuwe ervaringen, weet ik wat. Nou, ik ben bijvoorbeeld een scepticus. En een scepticus is iemand die het oordeel uitstelt. Ja. Ik wil eerst eens even horen wat er aan de hand is. En ik geef nog geen oordeel, want ik wil eerst nog even praten met mensen. Maar ik wil even lezen. Dat is dus anders dan in de tijden van de verzuiling. Toen je bijvoorbeeld journalist was, werkte bij de VARA. En wee als je 20 jaar later wat anders dacht, want dan was je niet betrouwbaar. Dat kan niet. Je moet je leven, je hoeft niet je leven aan hetzelfde te denken, toch? Dat klopt. Dat hoeft niet. Nee, dat klopt. Je hebt zelf meegemaakt, dat is ook een belangrijke ommekeer, periode van Fortuin. Heb je toch ook, volgens mij, ben je op een iets andere manier gaan denken? En kon je dat gewoon in vrijheid uiten? Kan dat allemaal, wat je nu zegt? Want dit vereist nogal wat, hè, van journalisten. Ik denk dat het een hele goede houding is. Opener, duidelijker, we weten wat we vlees in de kaap hebben. Maar dan moet de andere partij, de luisteraar, de lezer, de kijker ook beseffen dat je kunt veranderen. We hebben het gehad over gelijkheid en ook gelijkheid van aanzien. Maar ik denk dat de grote problemen van deze eeuw, die uitgemond zijn in Boris Johnson en Donald Trump enzovoorts, en daarvoor al met Silvio Berlusconi, dat het is toch het neerkijken op gewone mensen. Dat is toch de kern van de woede die de opstand der burgers in 2002 tegen Paars en de elites in Den Haag, die kaastol, veroorzaakte, gevoed, mogelijk gemaakt door die internet, nieuwe media. En dat is later ook met de woede over de samenklontering van de elites in Amerika en Nederland ook. Van de politieke elites met de mainstream media. Ja. Dat is toch wel degelijk een reden geworden voor de zich geëmancipeerd voelende burger die zeggen: hey, jullie bepalen het er allemaal zelf wel wat ik moet vinden, zeker. Maar ik wil zelf ook een beetje wat zeggen. En dat had je vroeger rondom 10. Dat was eigenlijk het programma. Wat toch een mooie formule was. En Waaghuis ook en zo. Voor de oudere kijkers. Ja. Ja. Dat was een mooie formule. Want toen konden de mensen naar die studio komen te vertellen wat zij ervan vonden. Had je één presentator, keurige meneer. Dat wel, maar dat is er natuurlijk. En er zaten dan 30 totaal verschillende mensen. Ja, maar, die allemaal. Als ik zeg emancipatie, mensen willen betrokken worden. Wil niet zeggen dat mensen niet autoriteit accepteren. Of dat ze niet meer accepteren wat iemand anders wil vertellen. Ze willen alleen wel serieus genomen worden. En mensen willen gewoon ook gehoord worden. Dat is wat mensen willen. Want ze hebben helemaal geen tijd om zelf al die dingen uit te zoeken. Dat laten ze graag over aan de media. Ze willen ook niet in die politiek. Ze laten het graag over. Oké, dan spreek ik wel eens journalisten die nog veel langer meelopen dan ik. En die zeggen dan, dat Twitter-riool, wat daar over mij gezegd wordt, zijn meestal dan hele bekende Nederlandse journalisten die vaak al lang op de tv zijn. Die schrikken het helemaal rot. Dat is een riool en daar worden ze echt helemaal gek van. Hebben ze dan de tijd niet begrepen of zit er toch wel wat in? Nou, wat ik zeg, gelijkheid van aanzien willen de gewone mensen, maar de oude elites, en daar horen wij ook bij, die vonden het wel echt wel prettig om op dat hogere podium te staan, terwijl er onder het publiek stond waar jij naartoe sprak. En dat wordt aangetast door al die media die er nu zijn. Al die kanalen. Ja. Dus, maar zij vinden zichzelf beschaafd, want zij zeggen in beschaafde termen te praten en op Twitter word je dan uitgescholden. Ja, maar het is dus een die piramide is omver gekekeld en we hebben nu een vlak speelveld. Dus je moet er gewoon maar mee leren leven en niet, gaan roepen, niet over Twitter hier op beginnen. Nee, want in columns en Joep van het Hek en iedereen, die hadden zelf wel het recht om iedereen belachelijk te maken of te kritiseren. Maar zelf, dat was niet de bedoeling natuurlijk. En dat is een beetje de schijnheiligheid die erin zit. En dat is wat de mensen wel proeven. En dat ze zeggen, ik ga zelf wel bloggen en ik ga zelf wel dit en dat doen. En toch zie je de zogenaamde mainstream media, de traditionele media, nog steeds hoog scoren in aantallen. Heel veel mensen kijken nog naar de publieke omroep, kijken naar RTL4, lezen de kranten nog steeds, zelfs de papieren kranten. Ja. Is dat een afkalvend proces wat gewoon langzaam dan voorbij gaat? Nee, dat denk ik niet. Dat vroeg bij mij 20 jaar geleden, 25 jaar geleden al, toen Exit for All met zijn breedband modem kwam van, is het einde van de papieren kant? Ik zei, nou, over 20 jaar bestaat die papieren kant ook nog wel. Ja. Met die ouderwets. Dat gaat allemaal heel langzaam. En mensen komen er ook achter,
en was ik al een tijdje achter, dat het eigenlijk volstrekt nutteloos is om de hele dag het nieuws bij te houden. Nieuws is dus een soort god geworden, het is een nieuwe religie. En het is ook een soort bewijs dat je bestaat, dat je weet wat er een seconde geleden gebeurd is. Maar ik ben al lang teruggekeerd naar één krant en naar kijken naar het journaal om 8 uur en dan heb ik het wel gehad, want ik heb andere dingen te doen. Ik ben bezig met een boek, heb ik helemaal geen tijd om de hele dag door. Het is veel efficiënter om het journaal of een nieuwsbulletin te bekijken en een krant te lezen, ben je binnen een half uur klaar. En dan ben je heel erg bezig. En dan ben je beter op de hoogte. En dan kun je beter, je kunt de rest van de tijd kunnen besteden aan iets wat je belangrijk vindt. Ja, dus nieuws is te veel tot God gemaakt. Het is ook een geweldig onderwerp natuurlijk om steeds over te praten, maar om daar voortdurend op te zitten. En dat, ik weet het, oh, wist je dat nog niet? Wist je dat drie minuten geleden. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En dat de arbeidsproductiviteit in Nederland daalt, hè? We worden wel rijker, om mysterieuze redenen worden we rijker, maar de arbeidsproductiviteit daalt. Waarom? Ja. Omdat iedereen de hele dag op zijn kantoor, op zijn smartphone, de vakanties zit te regelen en een beetje leuke grapjes heen en weer zitten mailen en te appen. Dat is wat, sorry, maar dat is wel... Ja, dus ik moet erom lachen. Dus we kunnen veel beter terug naar het clubblad, als media als clubblad. En we kunnen ook beter als mens, als burger... Iets meer terug naar wat vinden wij zelf belangrijk en hoeveel tijd steken we erin. En dat is de vraag. Maar ook niet terug naar het clubblad betekent niet dat je als journalist dan activist moet worden, of wel? Dat is ook een soort besmet begin. Nee, dat betekent het helemaal niet, wat in mijn ogen. Want dan moet je gewoon bij een sociale beweging gaan, bij Greenpeace of bij Wakker Dier. Ja. Dat is een hele respectabele richting die je erin gaat. Dus wat je vroeger had in de tijden van de verzuiling, dan was je bij de KRO of de VARA, maar dat is dan toch, dan is toch eigenlijk het beeld dat jij spiegelt, komt daar dan wel op neer. Want dan ben je bij de VARA, dat is nog vrij breed, dan ben je ongeveer te plaatsen. Mm-hmm. Dan ben je heel anders dan iemand die bij de AVRO zat. Dat klopt. En ook heel anders dan iemand die bij de KRO zat. Als we het hebben over het medium als huisvriend, dan was het destijds, en dat is een beetje de vertekende beeld dat we van die tijd van de verzuiling hadden, toen zagen we achteraf, terugwerkende kracht, zien wij die lui, die huisvriend, als tiran. Ja. Als dictator van de kerk en de partij en de vakbond. Maar hij was toen ook wel een huisvriend, want je was toch wel je eigen club waar je bij hoorde. En of je dan bij de groene bent of bij de veganisten, maakt me niet uit. Nee. Wat vind je dan van die huidige discussie die bij NRC Handelsblad plaatsvindt? Is dat dan, het is natuurlijk een teken van deze tijd, maar ook heel goed dat daar die discussie plaatsvindt. En dat ze proberen vanuit die gedachte ook journalistiek te bedrijven. Ja, ik ben het er niet mee eens dat het woord klimaat in de beginstuk komt. Nee, mijn oude krant. Maar ik vind het wel goed dat ze weer praten over een update van de beginselen. En ook misschien wel over een terugkeer naar een iets omlijndere... iets omlijndere missie van dit zijn wij als krant voor die groep mensen. Ja. Dus die dat ook ongeveer willen aan nieuws en aan duiding, daarvoor zijn wij. Maar dan we zijn er niet andere meer. Begrippen gaan maar vinden. Dat zei, links-rechts is allemaal veel lastiger dan je dan iets anders van moeten verzinnen. Ook krant of niet? Al die media hebben last, zeker de oude media, last van die atoombom die in het midden is gegooid met internet. Ze wilden allemaal iedereen te vriend houden. Iedereen wilde ze bereiken, omdat daar dan het geld zou zitten. Iedereen. Ja. Dus niet meer de eigen leden, de abonnees. Maar we willen de hele bevolking willen we bereiken. Nou, dan moet je het nieuws gratis weggeven via internet. En het gevolg was dat ze zei, dankjewel. En dan ga ik lekker twitteren, dan ga ik het doorsturen en zo gratis. Ja. En ondertussen zit jij voor de kats en viool. En dat nieuws te produceren in 2 maanden noeste arbeid. En daarna is het van de ander is weg. En handen in het haar. En nu laten ze je er toch voor betalen. En nu moeten ze weer, hadden ze veel eerder moeten doen, maar nu proberen ze dat wel. Maar nu moeten ze dus, je denkt dat mensen ook meer gaan betalen naarmate ze duidelijker weten waarvoor ze betalen. Dus ook wat voor mening jou de krant heeft. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is wel zo dat een krant is en een medium is erg conjunctuurgevoelig. Het eerste is het teken dat het slechter gaat in de economie, zijn de uitzendbureaus. Maar het tweede teken zijn de abonnementen op kranten bijvoorbeeld. Ja. Als het slechter gaat, de krant op zich. Ja. En als het beter gaat, denken ze, ik wil er wel voor betalen. Dus dat kun je niet over een eindeloos tijd
zeggen dat het zo blijft. Je kunt wel, dus, het gaat langzaam, hè, dat is duidelijk. Je kunt wel dus van binnenuit, dat NRC Handelsblad doet, en misschien anderen straks ook, de missie of hoe je hem wil omschrijven voor anderen. Het is geen tijd voor totaal andere media. Dus ik bedoel echt andere kranten, andere omroepen, weet ik veel wat, andere nieuwe commerciële partijen. Nee, die zijn er natuurlijk wel langer. De ommekeer is er één van. En de Geen Stijl en die andere ja. succesvolle blogs en zo zijn er andere van. En nieuwe media vanaf de val van de muur rond Hilversum 1990. De commerciële omroepen zijn ook daar een voorbeeld van. Ja. Maar de oude media, waar we het nu toch heel veel over hebben, die hebben allang de ommekeer gemaakt. Dat ze een beetje terug willen van voor iedereen nieuws willen leveren naar een clubblad. Want ze hebben cruises, ze hebben discussieavonden, ja. ze hebben hele circus-tournees door het land met schrijvers en journalisten die op het podium gaan staan om elkaar te interviewen en een column voor te lezen. Dus er wordt al steeds meer weer teruggegaan op het idee van huisvriend. Wij zijn voor deze groep mensen de bron van kennis en ook van een beetje vertier en een beetje saamhorigheid en een beetje doelgerichte politieke bewustzijn en zo. En dus die ommekeer is al wel een beetje ingezet. Die ommekeer is nu gaande, kun je zeggen. Die ommekeer is gaande. Die zal alleen nog maar verscherpen. Versterken misschien is een beter woord. Dit wordt versterkt, maar het is de vraag of het ook nog effect zal hebben. Want het soortelijk gewicht van de bestaande media is natuurlijk ernstig gedaald. Want als nu iedereen op internet zit, de hele wereld heeft een smartphone in de hand. Is het gewoon een situatie waarin misschien de oude media niet zo belangrijk meer zijn? Ja, duiden, dat wordt steeds hen duiden. Dus zorg dat je dat gaat doen, niet dat niet. Het is nu 20. Ja, duiden, maar het is 20 jaar geleden dat Big Brother op televisie was in Nederland. John de Mol is miljardair mee geworden. Maar iedereen lachte erom. Ik heb er een boekje over geschreven destijds. En in 2007 kwamen de Kardashians in Amerika met de reality soap. Iedereen lachte erom, iedereen lachen. Wat een trash culture en zo. Die zijn al 12 jaar bezig met een dagelijkse reality show. En die gasten die lopen het Witte Huis in en uit. Ja. Meneer Trump is gekozen door die veranderingen. Dat mensen zelf zijn gaan zenden via internet. Zelfs gewoon denken, ik heb jullie helemaal niet meer nodig. Joh. Want wat waarheid, wat kan ons die waarheid schelen? Wat kan ons die democratie schelen? Wij willen zelf wat meer verdienen. We willen gelijkheid. We willen ook even inkomen. We willen allemaal andere dingen dan wat we vroeger belangrijk vonden in die piramidale situatie van politiek en oorlog en dan economie en dan onderaan was het weer. Daarboven zat dan een modeshow en daarboven nog een voetbal en daarboven iets met bedrijven en zo. Die piramide is helemaal vergekegeld. Ja. Dus wat we nu zien is een geëmancipeerd landschap, een vlakgeslagen landschap met alleen maar molshoopjes. Ja. Waardoor dus ook de behoefte aan sterke mannen groot wordt, want in je eentje ben je natuurlijk niet zoveel waard. Dat is de grote vergissing van de geëmancipeerde mens, dat ze denken, ik weet het allemaal zelf over, ik heb hier specialisten en die hoogleraren en al die wetenschappers, heb ik echt helemaal niet nodig. De aarde is plat en ik ben nu het licht geworden van de vereniging Flat Earth Movement. Ja. Want jullie er is geen hiërarchie van meningen meer, maar niet. Wetenschap is ook maar een mening. Dat ik allemaal mijn mening en ik ben lekker lid geworden van de Flat Earth Movement. Ja. Want fuck you. Dat is een beetje overdreven gezegd. Ja. Dus het gaat allemaal naast elkaar. Dus de goede media, die dan goed doen, die bestaan naast een hele grote vijver van ook allerlei onzin. En flauwekul media. En iedereen heeft, en dat is mijn grote bezwaar van tegenwoordig, iedereen heeft overal een mening over. Terwijl ik denk, ik heb hier helemaal geen mening over. Mij zult u ook niet zo vaak horen over het milieu, want ik weet niks van het klimaat. Ik weet alleen nu dat het woord klimaat het woord milieu vervangen heeft. Dat weet ik. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van sommige dingen. Dus daar heb ik het ook eigenlijk niet om. Iedereen, er zit iemand in een talkshow, die heeft Sound of the Voice of Holland gewonnen. En die gaat dan over de Koerden in Irak beginnen. Ja. Wat hij daarvan vindt. Ja. Dat is een beetje bijna alle talkshows. Dat is een beetje. Dat is wel wat de opstand van de massamens van Ortega y Gasset uit 1930. Ja, opstand der orde. Ja, het heet de opstand der horde, maar dat is een beetje negatief bedoeld. Hij bedoelde eigenlijk dat iedereen zich geëmancipeerd waant. En ook iedereen is heel erg specialistisch, heel erg professioneel. De verpleger in het ziekenhuis, de loodgieter, ze weten allemaal heel erg goed in hun vak wat ze moeten doen. Heel goed, hoog opgeleid, de helft van Nederland is hoog opgeleid. Maar ze hebben daar ook de idee dat ze ook wat weten van
van de buitenlandspolitiek van Rusland. En dat ze ook wat weten van HSML. En dat ze ook wat weten van klonen. Ja. Wat zou dan een gewenste richting zijn? Welke kant zou je het liefst opgaan? Het mediagebied waar je heel veel van weet? Waar ik heel veel van weet? Ja, daar weet je veel van. Ja, ik weet van de publieke opinie en van de aard van de mens. En hoe de mens, wat de mens wil weten, wat de mens wil. Dat is mijn vak eigenlijk. Wat wil je eigenlijk? En dat is wat media ook nu voor die grote ommekeer weer meer zouden moeten afvragen. Niet alleen wat doen wij op aarde, maar wat willen de mensen eigenlijk? En dan is de behoefte aan waarheid en aan de democratische rechtsstaat helemaal niet zo groot als men zegt dat die is. Mensen willen gewoon een goed leven voor zichzelf. Een paar duiven en zo, een autootje, een eigen huis en zo. Maar moet je dan afscheid nemen van dat idee? Van dat media moet nee, ontstaan? Nee, maar je moet alleen een grotere context zien. Want ik zeg, wat Gerard Reven ooit zei, groots en mislepend wil ik leven. Maar met behoud van maandsalaris. Ja, nee, en dat is wat kern is van, wat, zeker Nederland. We zijn een heel braaf volkje wat heel zenuwachtig wordt als het met de AOW en de pensioenen misgaat. En dat is wat mensen binnen de media niet genoeg begrijpen. Dat wel de echte behoefte zijn van de mensen aan kennis, aan nieuws over dat soort zaken. En niet alleen over of mevrouw Krikke in Den Haag afgetreden. Is er een medium dat in de richting komt? Of je zegt, nou, die hebben dat wel begrepen. Die zitten ongeveer op deze lijn. Ik vind BNR vind ik op zich al een vrij brede scala, omdat ze ook het bedrijfsleven er zo, de economie er zo bij betrekken. Het is een geweldige zender, maar wel een heel klein publiek natuurlijk. Een heel klein publiek. Maar over het algemeen zijn er nog ook op de publieke omroep vrij veel programma's. Dat ik denk van god, vroeger was het alleen maar SBS te zien. Ja. Als ik nationaal kijk, dan is er daarna is er Radar, is er Kassa, is er Max met de vakantieman. En, we zijn er bijna en opgelicht. En het zijn allemaal hele dicht bij huis programma's die de mensen wel degelijk op prijs stellen. Ja, de best bekeken programma's. De serieuze journalistiek moet gewoon dan begrijpen dat ze zijn en dat ze nuttig kunnen zijn, maar wel van klein publiek per definitie. Ja, maar dat is ook iets wat we moeten beseffen, is dat het heel belangrijk is dat er een klein publiek blijft die wel goed op de hoogte is van bepaalde zaken, want dat druppelt dan ook wel naar beneden, naar de mensen die er geen tijd voor hebben om dat allemaal bij te houden. Dus ik zeg altijd tegen mensen, als je iets niet weet, moet je gewoon iemand opbellen die je vertrouwt. En dan zeg je, hoe zit dat eigenlijk? Dat doe ik altijd. Als ik zeg, wat voor auto moet ik kopen, dan bel ik een vriend op die veel van auto's weet. Ik zeg, hey, wat voor auto, ik moet een automatisch, een klein dingetje. Ja. Ik bel altijd mensen op die er meer vanaf weten dan ik. Dus dat is heel efficiënt. Zorgen dat ze betrouwbaar zijn. En als je dat bent, is dat genoeg. Ja. En daar moet je toch eigen clubblad voor zijn. Dus mag ik dan één voorbeeld gewoon even noemen? Ik weet ook dat het helemaal niet kan. Het gaat om het grote verhaal. Maar toch Nieuwsuur bijvoorbeeld. Daar worden behoorlijk veel mensen naar gekeken. Maar dat ademt ook nog een bepaalde status uit. En daar druppelen dingen wel eens naar beneden. Dat was allemaal binnen jouw verhaal. Maar zou je denken, nou, ik zou daar de boel eens willen opschudden? Kijk ik niet elke avond mee naar het Nieuwsuur. Waarom? Omdat de nadruk ligt heel erg sterk, nog steeds, ondanks die verzuiling die weg is, en op politiek. Alles is politiek en mensen denken, ook in de media, heel hiërarchisch. Burgemeester is afgetreden, corruptie binnen de top van de CEO, gaat niet naar KPN. Het is allemaal heel erg, toch nog in mentaal, heel erg piramidaal denken. Terwijl het veel interessanter is wat er hier op de straat gebeurt en wat de mensen denken en wat kassa raden. Dus toch meer man bij het hond ook. Ja, inderdaad. Zeker zin. Ja. Want heel anders. Nee, maar dan moet je dus ook je neus ook niet voor ophalen. Ook dus ook aan serieuze journalisten. We hoeven niet altijd statig tegenover elkaar van ik praat met dit. Dat hoeft niet. Het kan gewoon. Dat denk ik, ja. Want ik zeg net, ik herhaal zelfbewustzijn en dienstbaarheid. Dat is wat een journalist moet zijn en wat iedereen moet zijn, vind ik. Je moet dus ook mensen geven wat je denkt dat zij nodig hebben. Ja. Dus de aandacht voor de steunkousen, hoeveel seconden dat duurt voordat die aangetrokken worden door de hulpverlener die over 3,5 uur misschien komt, is misschien toch iets belangrijker dan wanneer de burgemeester aftreedt of niet. Of wat ze in Syrië doen voor de meeste mensen. Heeft Gerard Reven dus toch gelijk gehad? Fantastische citaten. Grootste mensleven met behoud van maandloon. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel.